Ik had het berekend en ik denk van nou, ik kom straks kom ik gewoon, als het een beetje tegen zit met al die prijzen, kom ik op 800, 900 euro uit. Per maand totaal. Dat geeft gewoon een stressvol gevoel. Zorgen bij Joeri. Sinds een aantal jaar huren hij, zijn vrouw en zoontje in dit appartementencomplex in Enschede een woning. Ze slaan onder meer aan op de warmtepomp. Ja, zeker. Kijk, we hebben energielabel A, dus dan verwacht je gewoon, nou ja, dat is ook verteld, rond de 100 euro maximaal. Nou, dat is prima, hè. In het begin zelfs 50 euro, dus dat was helemaal mooi. Maar als je dan nu ziet welke bedragen je nu gaat betalen. Je wordt gewoon gestraft omdat je dus ja, duurzaam bezig bent. En dat voelt gewoon heel oneerlijk. Joeri heeft geen gas, maar wel een pittig elektriciteitsverbruik met zo'n 7000 kilowattuur per jaar. Maar het kabinet wil maar tot 2400 een prijsplafond per kilowattuur instellen. Alles wat je daarboven gebruikt moet je dan mogelijk nog tegen markttarief gaan betalen? Inderdaad, tegen markttarief. Dat is het hele punt. En dat gaat dan naar januari, naar schatting, minimaal 70 cent. Maar dat kan natuurlijk ook naar 1,40 euro gaan. En daar zit ik al op 800. Ja, daar zit ik wel heel erg mee. Joeri's warmtepomp is nog niet aangeslagen, maar hij houdt zijn hart vast. Hij heeft geen zonnepanelen en moet al zijn energie inkopen. We verdienen net allebei boven het minimum, hè, werken allebei fulltime. En je valt dan ook overal buiten. Ik bedoel, bijvoorbeeld die 10% verhoging vanuit het minimumloon, daar hebben wij niks aan. Die toeslagen krijgen we ook niet, we krijgen helemaal niks. 800 euro is onmogelijk op te hoesten voor Joeri en zijn vrouw. Dus houdt hij de algemene beschouwingen vandaag goed in de gaten. Want er staat veel op het spel. Daarnaast heeft hij zijn grote zorg inmiddels gedeeld met Pieter Omtzigt en GroenLinks. Dus die hebben inderdaad gelijk gehandeld. Die hebben gelijk gezegd, we gaan er wat mee doen. Maar ik hoop nog wel dat er wat gaat gebeuren. Dat ze ons niet vergeten zijn. En dat gevoel krijgen we wel. En het geeft gewoon een machteloos gevoel.